Wat? Ja. Wat zou er nou in dat hoofd omgaan van die Glennis? Ja, de Glennis die is zo verschrikkelijk de weg kwijt. Ja, maar vrienden, dat wisten ze natuurlijk al. Want haar zoontje was aangesproken daar bij de Jumbo. En die ging eens even verhaal halen. Die gaat daar verhaal halen met nog eens, neemt nog eens zoon mee. En nog eens 5 mensen mee. Ja. En die denkt dan bij zichzelf, en daarom vraag ik dat, wat gaat er in dat hoofd om van die Glennis? Die denkt dan bij zichzelf, ik ga daar de boel even in elkaar slaan en daar kom ik dan wel mee weg. Hahaha! Ja, dat denkt die Glennis. Is dat even, hey, wat gaat er dan in je hoofd om? Nee, natuurlijk kom je daar niet mee weg, dus dan word je even opgesloten. Glennis, ja. En daarna mag ze weg. En dan vraagt ze aan de politie. Ja, ik wil graag een speciale behandeling. En dan kan ik niet vanuit de binnenplaats weg met een auto. In plaats van dat ik allemaal in die cameraploegen loop. Haha, wat gaat er dan in je hoofd om? Hoe gek ben je dan om dat te vragen? Ging ze mee in discussie met de politie? De Glennis, volkomen matte klap. Daarna dacht ze, ik ga gewoon optreden in Amsterdam, in de Harbour Club. Vrienden, en die Harbour Club zegt natuurlijk, mevrouw, de Glennis, blijf alsjeblieft weg. We willen niks met je te maken hebben. Nee, natuurlijk, wat denk je daar nou van? Ach, 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 vrienden. En toen kwam ook nog de verklaring van de Glennis. Ja, dat ze zag het onderzoek. Met vertrouwen tegemoet, ja. Want ze had niks strafbaars gedaan. Hé, hey, er ligt een aangifte tegen haar nu. En er wordt natuurlijk geen aangifte gedaan als je alleen maar een duwtje hebt gegeven, hoor. Nee, natuurlijk niet. Dus wat gaat er dan allemaal in dat hoofd om? Stel je nou voor. Maar toch ga je daar even met een mannetje of 7, ga je naar de Jumbo om even verhaal te halen. Dat doe je niet met een man of 7. Als je verhaal gaat halen, dan ga je alleen. En dan ga je daar even praten met die mensen en dan ga je weer naar huis. Nee, niet de Glennis. Die komt gelijk met een man of 7 en die komen daar natuurlijk naartoe om te matten en de boel in elkaar te slaan. Dat is er gebeurd gewoon. En alleen dat al, het feit dat ze daar met een knokploeg naartoe is gegaan, is al heel, heel ernstig. En daarom, beste de Glennis, wat je moet doen, je moet lekker in een klein dorpje in Zuidoost-Hongarije gaan wonen en je nooit meer vertonen.